Dag 14. Groep 2, nou natuurlijk de leukste groep. Deze zijn week zeker, jongens. Maybe not. Peter, laat even zien je shirt. Maybe. Maybe not. Een uitspraak van zieken. Kijken of hij het zelf herkent. Good morning. 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 Dit is de stand van zaken. Dit is er nu geoogst. Voor de artsenins. Mijn nieuwe Aoki. En hij heeft weer geoogst hoor. Een grote Deutsch kohaak met een hele mooie tekening. Echt vanaf het puntje van zijn neus, zo over zijn hele lichaam. Bij. Waar zijn die? Een nieuwe auto, heb jij hem genoemd. Supermooi. De volgende te vissen, daar heb ik jammer genoeg geen bewegende beelden van. Ook bij nieuwe Aoki van Masaki. Hele mooie Shishui en een hele mooie Beni Kikukuryu. Door succes verlengd zou ik bijna zeggen. Twee vrouwelijke Puracina Platinum Aokon. Dit is nummer 1 van dag 14. En dit is nummer 2 van dag 14. Dat zijn we Miyatora. Nou, net dus hele mooie visjes bij Shiguro uit, geselecteerd. Uitgezocht wilde ik zeggen. En vorig jaar zijn we ook heel goed geslaagd bij Miyatora. Dus wie weet lukt het dit keer weer. Die. Voor de winkel. Een hele mooie. En deze vissen zijn 65 centimeter makkelijk. Dus echt grote. Deutsche Pancho Sanke. En het zwart zit er dus nu al een beetje op, maar het wordt nog veel of veel mooier. Het wordt echt helemaal dik, dik rood, mooie stip in het midden. Echt een grote vis voor een heel goed, hele mooie prijs. En nummer 2 dan bij Miyatora van vandaag is deze schitterende Kindai Showa. Dat is een Showa met weinig zwart, weinig rood. Het zwart aan de rechterkant komt natuurlijk nog op, maar ik vind het, moet je kijken, is die tekening hier zo goed. Al heel even weg die parasol. Kijk, doe maar. Ja, zo is hij weg, ja, dank je. Wauw, je moet je kijken. Wow. Superwit, ook 65 centimeter. Ietsje kleiner, maar wel superwit. Jeetje, wat mooi. Miyatora, jongens. Klaar voor de sushi? Ben je klaar voor de sushi? Absoluut. Klaar voor de sushi, start! Ga jongens. Oh, sushi. Gisteren een dag mis. Oh, ik heb hoi. Hoi. Nana. Nana, hey. Nana, hey. Oh, die dan met dit jongens. Ja? Ja. Zeker doen. Wil je iets zeggen? Want ik heb wat besteld, dan moet je dan even van mij geven, zo.
Dat is je proef. Ja, je moet het achteraf weten, dat het, maar dat moet je dan maar niet hebben. Stel dit is goed. Ja. Igarashi. Oranda. Oranda. Holanda. Germany, zegt hij. Ja, ze hebben hem, ze gooien hem zo direct even in het bezin. Allemaal Europa. Germany, ik zeg Germany. Zo is dat, Sizer. Sizer? About. Oké, oké, oké. 15. Ja, 50. Yeah. What do you say? What is what I think 58. Six. 56. I think 56. Hoi, arigato. 56 centimeter, maar wat een mooi vis. Zo schoon. Dan moet je kijken, die stip op zijn kop zo. Hele mooie kruis, hele mooie vis, hele mooie kruis. Wauw jongens, hé. Wat een gaaf vis. Kijk eens hoe schoon. Geen spatje zwart erop. Helemaal top. 56 centimeter. Helemaal goed. Voor de winkel. Een vijftal mooie visjes. Waaronder een Deutsch Kwaakoe. Dit is het nummer van de Deutsch Kwaakoe. Dan bedoel ik niet degene met die rare die nu eroverheen gaat, doet drie stappen. Nou, dan doen we meteen degene die zoveel aandacht vroeg. En dat vind ik ook een hele mooie vis met een hele grappige tekening. Kijk. Dat is de code. Dan hebben we nog de Kin Showa. Heel mooi visje, niet zo groot. Maar echt een hele top. Top visje. En dan de Leni Kumaril. Eventjes. Leni Kumaril. Ook een mooie vis. Mooi zwart. En dan een hele leuke koptekening. En mijn ervaring is dat het stabiel is. Dus dat wordt een heel, is en blijft een heel leuk vis. 1, 2, 3. Oh ja, de Oshiba. Mooie drie-stap Oshiba. Mooie nettekening. Schoon voor de rest. Een net geoogst, dus hou daar een beetje rekening mee. 35, 38 centimeter. Moet jij er niet bij, Sylvia? Ja, gaat erbij staan. Ja, de andere kant. Ben ik kweken. Ja, ja. Wow! Jij weg? We zijn op de valreep nog eventjes bij kazen. En hebben een hele mooie mix. Van hele mooie nissaatjes. Gaan we uitselecteren. Bij kaarsen en een hele mooie Yamato Nishiki. Oh, drie stap. De kleine zwarte vlekjes komen er al op. Maar echt zoals het hoort, echt de Yamato Nishiki. Super aan. 45 centimeter, zeker. Ah. Mooi. En super rood hoor.
Een dikkere, grotere 50 zeker. Laat ik het veilig doen, 50 centimeter. Zeker metallic Oshima. In zoverre met de, hij is net even wat licht. Ja, de kweker zegt metallic Oshima. Hij is heel apart, jongens. Wauw. Super goed. Leon, is dat daar? Wie heeft er voor mij een liggen, jongens? Want ik heb het een beetje... Een TL hier boven, hè? Een knopje van TL. Daar komt het. Ja. Nou, we zitten al in het donker. Hele mooie box. Van kaarsen ook. Kaarsen ook? Kaarsen ook. Koshiki. De Yamato Nushiki. Pearl Ginger in Soragoi, waarvan er al twee geselecteerd zijn door de, of geconfiskeerd zijn door de jongens. Helemaal toppie. Het begint al te schemeren. We hebben nog steeds echt drie hele mooie Sansai weten te scoren. En dus ook nog eens een keertje 11. Waarvan er al drie verkocht zijn aan de Japanhangers. Dus acht hele mooie visjes voor de winkel. En een heel lief prijsje, jongens. Als je daar reageert, dan ben je helemaal blij van de prijs. Nou, topdagje geweest.